Ja, helaas, Ludwig van Milieu was ziek. In Zuidoost is paniek rond de Stida in Akswijk. Maar daarom toch maar les in toveren. Vandaag beginnen we bij de laatste overgebleven kraakvrije broedplaats, vrijplaats, de ADSM. Goedendag, les in toveren in het zonnetje op een winterdag die verbazingwekkend lekker is. Over een lente kun je nog niet spreken, geloof ik, in februari. Maar in ieder geval een prachtige winterdag. Een open lucht. En we zitten hier op het ADM-terrein. Een van die plekken in Amsterdam die je nog als broedplaats zou kunnen betitelen. Overigens een broedplaats die bedreigd is. U kent het verhaal. De eigenaar Luske die heeft een keer geprobeerd hier met een kraan het gebouw te ontruimen. Daarbij zijn mensen gewond geraakt. En daar is die man ook voor bestraft. Hij heeft, geloof ik, een paar honderd uur alternatieve straf gekregen. Waarschijnlijk bestaand uit het ontruimen van panden in opdracht van de Amsterdamse politie of zoiets. Want dat soort dingen gebeurt tenslotte in Amsterdam. Les in toveren. Ja, als ik op straat loop zijn er toch erg veel mensen die zeggen, waarom ga je daar niet mee door? Ja, het is gewoon erg druk. Ik ben naar India geweest, naar de Kumbh Mela. Daar heeft u misschien programma's van gezien. Een plek waar alle tovenaars en alle heiligen van de wereld bij elkaar kwamen. En ik wilde ook wel eens gaan kijken. En ik moet u zeggen dat ik vond het een heel wonderbaarlijke belevenis. Maar ik ga eerst even naar de praktijk van het toveren. Maar de praktijk van eigenlijk niet toveren. Ik heb een auto zoals heel veel mensen. En die had ik toen ik naar India was aan mijn zoon uitgeleend. Die mocht er een weekje mee rijden. En precies in die week wordt een raam ingeslagen en de auto leeggehaald. Nou is dat iets wat in Amsterdam heel vaak voorkomt, maar mij was het nog nooit overkomen. Want ik zorg er altijd voor dat mijn auto een beetje beschermd is. En is het dan toeval als je hem uitleent aan een ander dat dat misgaat? Ik weet het niet. Maar laat ik de tovertruc die erbij hoort maar eens vertellen. Mijn auto heb ik als het ware in een krachtveld gezet. Ik zorg dat mijn auto, en dat doe je door daarover na te denken, mensen zeggen visualiseren, maar dat er als het ware een veld, een krachtveld is rond mijn auto. Een bol, een ruimte eromheen, die als je dat daarover nadenkt, zou kunnen betitelen als een lichtgevende verdedigingsschil. En hoe je het noemt maakt niet uit, maar dat is wel zoals ik daar naar kijk. Zo'n bescherming, zo'n schild, daar denk je over na en je denkt, mijn auto is beschermd, mijn auto is veilig. Nou, heel veel mensen zullen zeggen, ach, dat is onzin, dat werkt niet. Maar ik moet zeggen, bij mij werkt het al jaren. Mijn auto is nog nooit ingeslagen, er is nog nooit een ruit ingeslagen. En ik weet van veel andere mensen dat die truc met dat even nadenken over iets. Veel mensen zeggen ook dat je het in wit licht moet baden. Je denkt als het ware even dat er een wit beschermend licht op je auto of op je kinderen of op een ander eigendom valt, wat het als het ware beschermt. Maar juist in die week dat ik dus wegging, heeft dat niet gewerkt. Komt dat nou doordat ik te ver weg was, want India is toch wel een paar duizend kilometer verder? Komt het omdat mijn aandacht ergens anders was? Of komt het doordat degene die erin reed misschien dat aura van die auto, die beschermende schil, had aangetast? Nou, is mijn zoon 23 en misschien had hij wel een borreltje gedronken. Misschien was hij wat slordig geweest met de auto. Misschien waren er wat gaten in die bescherming gekomen. Wie zal het zeggen? Iemand heeft in ieder geval een steen genomen en eruit ingeslagen. Niet leuk. En dan moet je weer een nieuwe ruimte in laten zetten. En u kent dat. De verzekering en waar zijn de sleutels en dat soort dingen. Maar toch wel een voorbeeldje van een simpele tovertruc. Iets wat je, waar je waarde aan hecht, iets wat je wilt beschermen, kun je beschermen door
te visualiseren. Door die auto te zien en daar een licht over te laten schijnen. Dat kun je ook nog verder doen. Er zijn mensen die zeggen dat je mensen kunt genezen door aan hen te denken. Er is zelfs een hele, ja, je zou het wetenschap kunnen noemen, maar een hele school, de radionics, die daarmee geneest op afstand. Die als het ware een denkbeeldige, genezende straal, genezend licht, laat stralen over iemand van wie ze een foto hebben of een adres of wat dan ook. En die mensen doen dat al jaren, dus ik neem aan dat het wel werkt, anders geef je het ook wel op. Iets beschermen dus door geestkracht. Iets wat eigenlijk niet kan en wat je dus dan maar toveren kunt noemen. En nu heb ik al eens eerder gezegd, ja, dat kun je afdoen als een hele enge, winti of voodoo-achtige methodiek. Maar in de historie van de kerk, van het christendom, is er al natuurlijk heel lang wordt er gebeden. Hebben we heilige ruimtes gemaakt, kerken bijvoorbeeld. Maar in bijna ieder missaal vind je allerlei gebeden waarin je smeekt om de gezondheid van deze of de zegen van de Heer voor dit, de oogst. Veel van de dingen die we een beetje afdoen als animistisch bijgeloof en die we zeg maar op de universiteit echt niet meer serieus onderzoeken behalve een enkele parapsychologische afdeling, die vind je in religies toch heel duidelijk terug. Bidden bijvoorbeeld is ook zo'n manier van afsmeken van hulp. Hulp van God, hulp van de natuur, maakt niet uit. Maar wat je doet is vragen om iets. Genezing van iets, bescherming, behouden thuiskomt. Kerken zijn daar al, zolang als er mensen zijn, mee bezig. Dus het idee dat je je auto kunt beschermen, dat staat misschien niet in een missaal van de katholieke kerk, want ik geloof niet dat ze dat soort dingen de laatste jaren nog in die vorm hebben aangepast. Maar is natuurlijk net zo relevant als vragen om de behouden thuiskomst van een visserschip. En wat dat betreft is er natuurlijk ook een heleboel toverij. Mensen die geloven in een talisman. Als je dit kettingje om je nek hebt, als je voordat je uitvaart je pet drie keer in de lucht gooit. Bij vissers was het bekend, maar bij voetballers schijnt het ook voor te komen. Dus wat dat betreft, toveren in die zin van bescherming vragen, bidden. Er komen prachtig een paar zwanen over hier. We zitten hier op het ADM-terrein, hierachter liggen wat boten. Het is een van die plekken in Amsterdam waar nog een beetje rommelig natuurlijk. En dat zie je ook wel, waar gebouwd kan worden, waar van fietsen allerlei dingen gemaakt worden. Waar de wetten misschien niet zo heel strikt zijn. Waar vrijheid is. Waar vrijheid is van regelingen. En jammer dat de politiek in Amsterdam aan de ene kant toegeeft dat het heel erg nodig is. Dat zo'n vrijplaats ook een cultuurdrager is. En een broedplaats voor nieuwe vormen van kunst. En nieuwe ontwikkelingen, uitvindingen. Maar aan de andere kant datzelfde gemeentebestuur toch erg zijn best doet om de vrije plaatsen die er zijn toch allemaal zo snel mogelijk op te ruimen. Denk maar aan W2, de 11. En al die kraakpanden die de afgelopen maanden en jaren zijn opgeruimd. Ja, goeiedag. We zaten net buiten bij het Krakersbolwerk, het laatste Krakersbolwerk, het DSM-terrein. Want de 11 is ondertussen ontruimd. Maar het werd wat koud. Dat mooie weer is in de winter heel leuk. Maar als het dan wat later in de middag wordt, dan is het heel koud. Na wat uitleg over hoe je iets kunt beschermen, nu het onderwerp helikopterview. Maar laat ik eerst eventjes Krishna voorstellen. Krishna is een mens geweest. Prachtige kop is het. Bewerkt helemaal. En ik noem hem maar even Krishna. Het komt uit Tibet. En het is een nogal ritueel voorwerp. Nou zegt u, wat eng. Ja,
Aan de andere kant, in Tibetaanse kloosters wordt er altijd, als er gasten komen, wordt er iets gedronken uit een schedel. Deze is dan nog mooi verzilverd van binnen, maar slantswijs, slants eer. En dat hangt er natuurlijk mee samen dat in Tibet mensen niet verbrand worden, niet begraven worden, maar dat de overblijfselen worden overgelaten aan de gieren en de vogels. Die pikken alles af en wat je overhoudt zijn de botjes. In dit geval dus een schedel. Eigenlijk heel eng, maar misschien ook helemaal niet eng. Het is maar hoe je ernaar kijkt. En dat wou ik nog eens even duidelijk maken. De werkelijkheid is een vol glas of een leeg glas. Een glas dat half vol is, daar kun je op twee manieren naar kijken. En ik heb al eens eerder uitgelegd dat die manier van kijken, dat is eigenlijk het ware toveren. Kijk je tegen de wereld aan alsof het een half vol glas is, dus optimistisch, of zeg je, het is weer half leeg. Dat verschil van inzicht maakt een wereld van verschil. Je ervaring van de dingen. En laat ik daar een dagelijks voorbeeld van nemen. Ik kwam terug van de Kumbh Mela en daar was dat heel duidelijk. Aan de ene kant stond je tussen de mensen, aan die gangers daar, gewoon mensen om je heen en ging je dat water in. Dat was heel kleinschalig. Maar als je dan de beelden terugziet van die honderdduizenden, misschien miljoenen mensen op die Kumbh Mela, dan krijg je dus een heel ander gevoel. Dan zie je plotseling een soort volk wat daar in het water gaat. En dat is duidelijk een verschil in invalshoek. En toen kwam ik terug en toen ging ik eens in de kranten kijken. U kent dat wel, daar ligt er zo'n stapel kranten en je bent 8 dagen weg geweest. En dan is het allemaal zo irrelevant. Ja, Maurice de Hond is weggestuurd. Nou ja, dat hebben we ook op Kleurnet al tijden voorspeld. Dus eigenlijk geen nieuws. En politiek is er ook nog steeds een rommeltje. En dat Kok geen groot diplomaat is, of dat de diplomaten hem daarvan beschuldigen, is ook geen nieuws. Wat is er eigenlijk gebeurd, denk je dan? Heb ik wat gemist? Oh ja, Bea Irik wordt wethouder. Mevrouw ter Horst heeft eindelijk een baantje als burgemeester gekregen. Nou, je zal er maar blij mee zijn als Nijmegen, want een wethouder die zoveel missers heeft gemaakt, die zo eigenlijk op de bek is gegaan, die volgens de vorige gemeentesecretaris al lang had moeten inpakken vanwege allerlei corruptieschandalen, vanwege het niet in de hand houden van het GVB en de privatisering van dit en dat. Nee, Guusje ter Horst is een hele slechte wethouder geweest. Een lief mens, zonder twijfel. Kon je altijd vrolijk mee praten. Was heel duidelijk probeerde ze te zijn. Maar ze deed op een of andere manier iets niet goed. Ze had, en dan kom ik toch weer terug op die helikopterblik waar ik over wil praten. Ze had een beetje het idee op afstand besturen. Vooral niet in de details gaan. Maar het waren natuurlijk juist de details. De stoeptegels, de natuurstenen stoeptegels die niet klopten. Het opnieuw betegelen van de dam wat misging. Allerlei projecten waar ze juist in de details, zeg maar, op haar bek is gegaan. Maar ja, in Nijmegen schijnen ze er niet zo mee te zitten en de PvdA moet ze mensen kwijt. En nou is er dus nieuwe wethouder, mevrouw Bea Irik, ook een lief mens, ook waarschijnlijk heel capabel, maar moet ik eerlijk zeggen, een imago van, het spijt me Bea, van een grijze muis op de achterbank. Daar kan Bea Irik niks aan doen. Maar het is wel een beetje dom dat een partij als de PvdA, die toch ook in Amsterdam heel belangrijk is en een beetje een gezicht moet hebben, steeds van die mensen naar voren schuift die toch wel heel duidelijk ambtenaren zijn geweest. Een beetje grijze muizen. En nogmaals, het klinkt niet vriendelijk, maar dat soort beslissingen worden genomen. En dan denk ik, jongens, je wist al ongeveer een jaar geleden dat mevrouw ter Horst weg zou gaan. Waarom is er niemand tijdig naar voren geschoven? Waarom is er niet iemand in die commissie gezet? Iemand voorbereid om die taak over te nemen? Iedereen wist dat ze weg wilde. En dan nu verwonderd doen. En zelfs dan nog ruzie maken over de opvolging. Nou goed, het is mevrouw Irik geworden. Het is erg jammer voor de PvdA, want in de komende verkiezingen hebben ze dus niet een echt lekker stevig gezicht. Een kop. Een soort image. Maar ja, goed. Amsterdamse politiek. En dan ga ik weer even terug naar Les in Toveren. Je kunt er ook anders naar kijken.
En dat had ik ook een beetje toen ik terugkwam uit India. Toen dacht ik, jongen, daar in Amsterdam. Jongen. Het is wel een beetje een, ja, hoe moet je dat noemen? Een mierenhoop daar. En eigenlijk dacht ik, als ik er nou eens anders tegenaan kijk en dat hele gemeentebestuur zie, en misschien zelfs de hele Nederlandse politiek zie, als werkverschaffing. Jongens en meisjes die aan een baantje geholpen worden en daar ook nog wat centjes voor krijgen en best leuk betaald worden. We zijn toch allemaal rijk. Wat kan het schelen? Wat ze doen maakt eigenlijk niet uit. Een beetje gezeik over stoeptegeltjes en de herprofilering van de dam. En die jongens en meisjes die doen wel leuke dingen. De zogenaamde rompbegroting ligt toch vast. Dat de wegen vervangen moeten worden en de tramlijnen en dat onderhoud gebleken moet worden. Dat ligt allemaal al vast. De meeste dingen liggen vast, daar kunnen ze niks aan doen. Ze kunnen hoogst in de marge wat rommelen. Nou, leuk werkgelegenheidsproject. Stuk of 45 gemeenteraadsleden. Een paar honderd deelraadsleden. Wat wethouders. Jongens, leuk dat ze van de straat zijn. Mensen die nog een beetje door kunnen groeien vanuit hun ambtenarenbestaantje. Die gaan lekker in de politiek. Maar wezenlijk betekent dit niks. Nou, misschien wat flauwe kijk om vanuit een helikopterblik naar beneden kijken naar die stad Amsterdam te zeggen, ach, die politiek betekent niks. Maar u weet dat er ergens in, geloof ik, in Tilburg is een hoogleraar die dat al heel lang beweert en die zegt, ach, het openbaar bestuur, dat rommelt maar wat en dat doet maar wat, maar dat heeft geen echte invloed meer. Alles ligt al vast en daar waar gestuurd moet worden, stuurt het bedrijfsleven. Zie de Betuwelijn. Zie allerlei computerprojecten. Dat wordt vanuit een hele andere kant aangestuurd. Dat openbaar bestuur, die gemeenteraden, misschien geldt dat dus ook wel voor andere niveaus, provinciale staten, hebben eigenlijk niks te zeggen. Die rommelen een beetje in de marge. Dus zo naar de wereld kijken is misschien niet zo erg vreemd. Maar het is wel verfrissend. En ik moet zeggen, ik maak me nog wel eens kwaad over het gemeentehuis en wat daar gebeurt. En toen ik er zo naartoe keek. En dat had ik met name tijdens dat debat afgelopen week over de binnenstad. Toen dacht ik toch van, dit is een werkgelegenheidsproject. Dit is om wat jongens en meisjes of dames en heren, hoe je het maar noemen wilt, een beetje bezig te houden. Wat ze doen maakt eigenlijk niks uit. En u als kiezer weet dat eigenlijk ook, want was het nog maar 25% of zo van de mensen die nog ging stemmen bij de laatste verkiezingen? Nou, de burger gelooft er ook niet meer in. Dus laat maar zitten. Laat die politiek maar zitten. Misschien zien al die burgers in Amsterdam die niet gaan stemmen, die zeggen, ach, het heeft geen zin en er verandert toch niks en het hobbelt wel door en laat mij maar gewoon mijn werk doen. Misschien hebben zij wel gelijk. Als je even vanuit een helikopter naar de stad zou kijken, dan is het verschil tussen natuurstenen stoepjes en betonnen stoepjes, en zeker natuurstenen stoepjes waar ze nu toch weer putjes in slaan omdat je er anders over uitglijdt, vanuit de lucht gezien, minimaal. Vanuit de begroting, ach, het kost 55 miljoen of zo extra, maar laat maar zitten. Een werkgelegenheidsproject, er zal wel iemand wat aan hebben. We zijn rijk zat, we leven in een land waar, als je er van boven naar kijkt, het iedereen het goed heeft. En als je er in detail naar kijkt, zie je dat degenen die het goed hebben het alleen nog maar beter krijgen. Dat de rijken rijker worden. En dat viel me ook wel op. Dit jaar ga ik beduidend minder belasting betalen. En u beseft, ik zit niet helemaal aan de onderkant van de samenleving. Maar ik word dit jaar nog veel rijker. Is dat niet raar? Hadden we niet een kabinet waarin de PvdA, staatssecretaris toen vermeend, een nieuw belastingstelsel zou gaan invoeren waar wel iedereen beter van zou worden en wat efficiënter zou zijn, maar wat toch niet de rijken zo onmatig zou bevoordelen. En toch is dat gebeurd. Mijn belastingadviseurs zeggen me, als je een paar centen hebt, dan gaat het je vreselijk goed. De rijken worden rijker, de armen worden armer. Iets wat we in de rest van de wereld natuurlijk ook al jaren en jaren zien. Maar ik moet er wel een beetje om lachen. Die vermeend heeft een systeem ingevoerd waarbij je op zo'n eenvoudige manier belasting kunt ontwijken door in box 3 lekker te gaan investeren in, staatsobligaties. Dan betaal je zomaar 20% belasting over je inkomsten. Terwijl je nu, op dit moment nog 60 vorig jaar, en nu wordt het 52. Maar
Is het eerlijk? Nee. Maar ik stap maar weer eventjes een stapje weg en dan zeg ik, nou, vanuit de lucht gekeken, vanaf de grote afstand, het rommelt maar aan daar in Nederland. Van heel dichtbij zeg ik, het kan niet. Ik voel me als burger van dit land bezwaard dat ik zoveel minder belasting ga betalen. Want ik was eraan gewend geraakt en ik vond het ook wel terecht. Dat als je meer verdient, dat je meer belasting betaalt. En nu worden me allerlei mogelijkheden geboden. En de adviseurs hangen aan de telefoon. En de bankiers hangen aan de telefoon. En de investeringsbedrijfjes hangen aan de telefoon. Als u dat en dat en dat doet, dan betaalt u bijna geen belasting. 1,2% en maar het rendement. Prachtige verhalen, maar het is natuurlijk eigenlijk absurd. Het is eigenlijk heel erg fout. Decadentie. Wat is het? Een P van de A, een partij van de arbeid die de rijken rijker maakt. Komt dat omdat al die politici zelf ook een beetje aan het speculeren zijn geslagen? Omdat ze allemaal een beetje een baantje in het bedrijfsleven verwachten? Ik weet het niet. Decadent. Corrupt. Vreemd, op zijn minst. En als je er met een magische bril naar kijkt, en dat probeer ik dan, dan zie je dat het toch misschien een beetje waar is. En dat is waar het in het eerste gedeelte van dit programma over ging. Dat er een omslag in de lucht zit. En die omslag komt niet geleidelijk. Die omslag die komt als de zaak krakend in elkaar loopt. Als je daar van ver af naar kijkt, zeg je, misschien is het dus tijd. Misschien is het tijd dat er eens wat gaat veranderen. Ik weet het niet. We zien wel weer. Tot volgende week bij Les in Toveren.